Via een tweet van Android World lees ik dat er nieuwe functionaliteit is in Chrome 61 en die heb ik geïnstalleerd. Nou, hier staat dat je de beschikking hebt over een nieuwe launcher, alleen default ziet hij er nog steeds zo uit. Als je de nieuwe launcher wilt aanzetten, dan kopieer je even deze tekst. Ctrl-C, Chrome, Flex enzovoort. Even naar een nieuw blad. Ctrl-V. En dan kom je bij de instelling. Waaronder de instelling voor de launcher. Nou, je ziet dat die op default staat. En als ik die nu op enabled zet, dan zal ik moeten herstarten. Op het moment dat ik nu op herstarten klik, dan houdt mijn screencast ermee op. Ik ga zo op herstarten klikken en dan maak ik het tweede deel van de screencast. En dan zul je zien dat ik de beschikking heb over een nieuwe launcher. Zo, ik heb de browser opnieuw gestart en kijk nu wat er gebeurt. Als ik klik op de app launcher via dit knopje linksonder, dan zie je dat het er nu heel fris en nieuw uitziet. Met een pijltje wat je uitnodigt om erop te klikken of omhoog te swipen. En dan zie je dat je nu via deze schermen bij je geïnstalleerde apps kunt komen. Nou, een nieuwe look and feel voor Google Chrome, versie 61. En voor alle duidelijkheid, ik maak deze screencast op een Samsung Chromebookje uit 2012. 5 jaar oud dus, een van de eerste Chromebooks. En dat werkt nog gewoon onder het nieuwste besturingssysteem. Nou, is dat niet mooi? Bedankt voor het kijken.